Jeroen 535 is in 2011 geboren als Jeroen Pol en is gefokt door mevrouw Van Akenpol. Hij is een zoon van Anders 451 uit de stermerrie van Volkert 353. Jeroen 535 heeft een verwantschap van 17,2%, komt uit stam 65 en heeft een stokmaat van 1,69 meter. Het is een hengst met voldoende rasuitstraling. Hij heeft een voldoende edel hoofd en heeft daarbij voldoende behang met een lange voorpluk. De hals is verticaal geplaatst en lang. Het is een hengst die iets in het vierkant model staat. In de bovenlijn mag hij wat sterker zijn en het kruis is goed van ligging en lengte. Zijn beenwerk is van goede kwaliteit, hard en droog met royale hoeven. Hij is iets hol in het voorbeen en iets grof op het reebeen. Jeroen 535 is op 12-jarige leeftijd op basis van zijn uitzonderlijke sportprestaties in aanmerking gekomen voor het verkort onderzoek. Hij loopt op internationaal Grand Prix niveau in de dressuur, waarbij hij scores van 70% heeft behaald. Dit is een goede indicatie voor de bewerkbaarheid en inzet van de hengst. Op stal en in de dagelijkse omgang is het een vriendelijke, maar iets gespannen hengst. Tijdens de presentatie met de gastruiter is de hengst actief en toont hij veel looplust. Hij laat zich daarbij correct van achter naar voren naar de hand toe rijden. De hengst heeft veel uithoudingsvermogen en toont ruim voldoende inzet. Hij zou wat meer lichaamsgebruik, souplesse en gedragenheid mogen tonen. Jeroen 535 toont duurzaamheid in zijn beenwerk en heeft een interessante bloedvoering. Hij kan vanwege zijn relatief lage verwantschap van 17,2% en zijn sportprestaties een bijdrage leveren aan de fokkerij van het Friese paard. Hij kan worden ingezet om front- en sportinstelling toe te voegen. De hengst kan het beste gebruikt worden op merries met een ruime, takmatige stap.